Dit is de jaarlijkse barbecue van Business Club Radio. En de sponsoren en gasten van het afgelopen jaar kunnen hier genieten van een fantastisch stukje rozetvlees, kalfsvlees. Biologisch kalfsvlees zelfs. Van Ecofield van Bart Boon. Wij zijn hier te gast bij hem. En Dick van der Maas die verzorgt de rest van de catering. En alle gasten en sponsoren kunnen hier met elkaar even kletsen, bijpraten. Vertellen over hun favoriete muziekstukken en hoe dat de ervaring is geweest van een avondje radio maken. Want daar gaat het toch om. We willen allemaal ondernemers bij elkaar verzamelen om ervoor te zorgen dat wij straks Food Valley radio en tv kunnen blijven maken en dat we daar zeg maar de steun van het business van hebben. Bedankt en kijk maar eens hoe dat het gaat. Goedendag, mijn naam is Michiel van der Watering, Tex van Armstrong. De meeste mensen die herkennen mij al van, oh ja, dat is die man van stopwinstlekkage.nu. Dat is ook precies mijn missie. Ik wil namelijk graag van de MKB, van de Valleiregio en de Utrechtse Heuvelrug de meest winstgevende regio's van Nederland maken. En als we dan kijken bij wie doe ik dat dan heel graag, dat doe ik heel graag bij ondernemers vanaf 5 ton omzet. In de regel kom ik al gauw aan tafel bij ondernemers die een omzet hebben van 2 tot 20 miljoen. Online communicatie verdient een persoonlijk gezicht. Het is mijn missie, iedere marketeer, iedere webwinkelier, dat persoonlijke gezicht te bieden. Dit doen we door met onze eigen studio in Veenendaal, door iedere ondernemer, iedere webwinkelier een studio aan te bieden waarin je persoonlijke videocommunicatie zelf kunt gaan opnemen. Op die manier kun je iedere klant verrassen door een persoonlijke boodschap of door je producten op een persoonlijke manier te presenteren en neer te zetten, uit te leggen. Als een missie geslaagd is, wordt online winkelen, wordt online prijs vergelijken of online even bij je leverancier kijken wat de ontwikkelingen zijn. Iedere dag weer een feest via het internet. Dat is mijn missie. Mijn missie is producten maken waarmee je goedkoper video produceert. Dan moet u denken aan alles wat een korte clip is op het gebied van video. Een interview, een sollicitatie, de uitleg van het invullen van een formulier, het uitleggen van een product. Kortom, alles waar short format video voor nodig is. Wanneer gebruik je short format video om je boodschap te communiceren, wat die boodschap ook is? Ik ben Dick van der Maas. Samen met 11 medewerkers exploiteren wij de Maas Catering Service in Veenendaal. De missie die wij uitdragen is dat wij voor gezonder voedsel gaan en een betere dienstverlening. Zijn we het open deuren? Toch kan het heel makkelijk. We zitten hier op de boerderijen van Ecofields. Hier kun je proeven en ruiken dat puurdere producten niet duurder hoeven te zijn. We hebben minder nodig om een mooie resultaat te bereiken. En daarnaast is het dan ook nog eens een keer zo dat gasten daar dankbaar voor zijn en dat ons gastvrijheidsmodel dan dus beter uitgedragen wordt. Mijn missie, wat doe ik? Ik probeer mensen aan de gang te houden. En dat is mijn taak als werkgever. En ik begeleid mensen op weg naar een nieuwe locatie. Dat kunnen mensen zijn, particulieren die verhuizen van Ede naar Wageningen of van Bennekom naar Veenendaal. Betreft ook verhuizingen van verzorgingstehuizen. Groot, klein. Betreft ook verhuizingen waar we mee bezighouden. Kantoren, bedrijven, scholen, gemeenten, bibliotheken, archieven. En dat vinden wij leuk. Daar hebben we verstand van. Daar hebben we hoogopgeleide medewerkers voor. En de vraag is hoe ik mijn doelgroep daarin bereik. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik vraag aan de mensen om me heen. Vertel mij wie jouw slecht betalende klanten zijn. En vanuitgaande dat jouw dienst en jouw product prima in orde is. Is er kennelijk iets aan de hand bij die klant van jou waardoor hij te laat betaalt. En daar kom ik heel graag mee in contact om te zorgen dat dat opgelost wordt. Want meestal is er dan veel meer aan de hand dan alleen maar slecht betalen. Anderszins kan het natuurlijk ook gelden voor leveranciers. Leveranciers waar je graag mee samenwerkt, maar waar het soms wat moeizaam gaat in de offertes die je krijgt, of in de facturen die je krijgt, of überhaupt in de levering van de product of dienst. Daar kan ook iets aan de hand zijn bij die leverancier wat opgelost moet worden. Nou, zoals gezegd, wij noemen dat winstlekkage. Winstlekkage lijkt alleen maar over geld te gaan. Dat is zeker niet zo. Het gaat ook zeker over plezier in het ondernemen en een goede balans tussen privé en werktijd. En daarom kom ik heel graag in contact met diverse ondernemers om te kijken of ik voor hun het ondernemerschap leuker kan maken. Michiel van der Watering, Tex van Armstrong. En je vindt meer over mij op stopwinstlekkage.nu.
Onze doelgroep, mijn doelgroep, onderscheidt zich door iedere dag weer een klant centraal te stellen. Wanneer je aan de slag gaat met videomarketing, heb je geen keuze, want video maak je heel transparant en maakt het voor je klant persoonlijk. Op zo'n manier ben ik heel graag mijn doelgroep iedere dag weer bezig om ervoor te zorgen dat hun klant zich verbonden voelt met mijn klant. Op die manier heb je dus een middel om, hoewel internet heel veel afleiding geeft en heel veel concurrentie, heb je toch de middelen in huis om op een gegeven moment iedere dag weer je klant die smile op het gezicht te geven. Wil je het zelf ook ervaren? Mijn doelgroep doet het iedere dag. Dat is de manier waarop je je klant iedere dag weer centraal zet. Mijn doelgroep is iedereen die dat soort dingen doet, die communiceert via video. YouTube is inmiddels de 10 jaar gepasseerd en niet meer weg te denken. En is gewoon een verkooptool geworden. Een promotietool, bereikbaar voor iedereen. Het probleem was, de productiekosten waren te hoog. Die brengen wij omlaag. Onze doelgroep, iedereen die dit doet. U waarschijnlijk ook. Heeft u interesse? Klik op de link hiernaast. Maak een afspraak. Gaan we eens om de tafel. Ik hoop u te ontmoeten. Wat doen wij dan om die gasten te bereiken? Hoe bepalen wij onze doelgroep? We hebben een reguliere doelgroep die eigenlijk niets meer wil gaan betalen, want daar gaat het eigenlijk altijd over. Dat is het eerste waar naar gekeken wordt. Maar wij denken dat we die mensen toch gewoon op een goede manier naar een mooie product kunnen laten gaan door minder hoeveelheid aan te bieden van betere kwaliteit en betere voedingswaarde. Die doelgroep die is groeiend op dit moment. Onder andere de jeugd van 15 tot 24 jaar is daar erg sterk in. Die zoeken hun wegen daarin. Dus dat is voor ons een hele nieuwe doelgroep. Daarnaast de senioren. Die zeker betere kwaliteit van leven en een betere kwaliteit van eten en drinken willen hebben. Mijn doelgroep is eigenlijk heel breed. Dat zijn mensen die gaan verhuizen, die willen gaan verhuizen. Dat kunnen jonge mensen zijn, kunnen oudere mensen zijn. Met name de oudere mensen, dat is eigenlijk wel onze doelgroep. Hun kinderen hebben geen tijd meer. Die zijn allemaal in Amerika of Italië of Engeland, Ierland. Die hebben geen tijd meer. De ouderen hebben vaak ook een beetje geld. Die kunnen een verhuizen betalen. Kunnen zich de luxe veroorloven van het laten inpakken, het demonteren, monteren van kasten. Maar er zijn natuurlijk ook arme mensen, mensen die geen geld hebben, die geen netwerk hebben. En ook die helpen wij. Daar hebben wij ook iets voor opgericht. De Verhuisfamilie. De Verhuisfamilie is een stichting die mensen helpt die geen netwerk hebben, geen geld hebben, in de steek zijn gelaten en die op de een of andere manier toch moeten gaan verhuizen. Die Verhuisfamilie, dat is een stichting van Mondial Movers. Mondial Movers is een samenwerkingsverband van 21 verhuisbedrijven waartoe wij behoren. En wij proberen gezamenlijk mensen te helpen die in nood zitten en die toch graag willen verhuizen. Ja, hoe bereik je doelgroep? Ik denk voor iedereen anders. Het heeft te maken met je persoonlijkheid. Het heeft te maken met je klantengroep natuurlijk en ook met je product. Als ik kijk naar onszelf, voor mij is het dus vooral gastvloggen, blog schrijven, het goede voorbeeld geven door middel van video inzet. We op een gegeven moment ook dit soort meetings hier, offline mensen kunnen spreken. En het verhaal te onderbouwen hoe je op een gegeven moment mensen kunt enthousiasmeren. Hier via Business Club E, dat is heerlijk om te doen. Dus voor mij is dit een ideale manier, zo'n evenement als dit, om te kunnen sparren en om anderen op zo'n manier mee te kunnen slepen ook weer in ons verhaal. Dus op deze manier is het voor mij heerlijk om te kunnen netwerken. Dat is wat ik hier vanavond kan doen. Wij bereiken deze mensen. We hebben het nu over, op de achtergrond hoort u nu waarschijnlijk over onze mooie ribeye die we zo gaan serveren. Maar hoe bereiken we deze doelgroep? Mensen laten proeven op events en laten zien wie we zijn. Op die manier kunnen wij ons gastvrijheidsmodel goed exploiteren en laten zien, proeven en ruiken wat mooiere producten zijn tegen hele mooie prijzen. Wij wensen u veel eet- en drinkplezier toe van de Maas Catering Service. Dank u wel. Is dat wat? Wat doen wij met het bereiken van onze doelgroep? Wij adverteren. Wij zijn actief op Facebook, op LinkedIn, op Twitter. Wij proberen mee te doen aan het helpen van toneelgezelschappen, koren. Die sponsoren wij.
Ik ben zelf ook een aardige zanger. Dus dat vind ik altijd leuk om ook de mensen die zich daarmee bezighouden, om die te helpen. Daarnaast ben ik een groot toneelspeler. Jaren geleden ben ik regisseur geweest van een aantal toneelgezelschappen. Dat heb ik met groot plezier gedaan. En daar heb ik dus ook wat mee. Toneelgezelschappen, mensen die iets verlevendigen, die een voorstelling willen geven, die mensen tot het nadenken willen brengen. Dat is onze doelgroep een klein beetje. Waaienberg Verhuizingen in Ede en in Assen en in Groningen en in Hogezand, in Delfzijl, in Hogeveen en in Emmen. Wij verhuizen nationaal en internationaal. En onze aardigheid ligt met name in verhuizen naar exotische landen zoals Rusland en Oekraïne. Daar verhuis ik zelf ook regelmatig naartoe. 1-2 keer per jaar doe ik een verhuizing daar naartoe. Ik spreek goed de Russische en Oekraïnse taal. Dat is handig natuurlijk onderweg. Alleen ik heb steeds groter probleem. De mensen verstaan mij niet. Maar ja, dat is hun probleem. Verder doen we veel verhuizingen naar Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Aruba. Er wordt steeds meer verhuisd, ook naar die landen toe. Fantastische landen. Heel vervelend. Ik moet 1 keer in de 4-5 jaar die landen ook natuurlijk even bezoeken. Even kijken hoe het daar gaat in die landen. Onze agenten bezoeken al daar. Onze klanten die we daar naartoe verhuisd hebben. Afspraken maken met de douane, met de haven, met de agrarische diensten. Maar de quarantaine. Hoe gaat het in zijn werk? Wat mag je wel en niet invoeren? Ik heb gewoon het meest mooie bestaan. Het meest mooie beroep wat er is in Nederland. Mensen helpen om zich te bewegen naar een andere locatie. Bedankt voor uw aandacht. Fijne avond.